Nou, eigenlijk vind ik het heel bijzonder dat een bedrijf op een bepaalde maat, maakt niet uit welke maat, op het idee komt om een machine neer te zetten zonder daar een direct doel aan vast te koppelen. Dat is namelijk heel erg zoals wij werken. Maar dit was eigenlijk voor het eerst dat we andersom zoiets aangeboden kregen, in de veronderstelling dus dat er iets uit zou komen wat de moeite waard is. Maar dat je gewoon zegt van nou, hier heb je hem en kijk maar wat je ermee doet, dat is toch een hele leuke gedachte. Dus het was vanaf het allereerste begin heel positief. Canon wilde graag samenwerken met Piet Heineken als een van de vooruitstrevende Dutch topdesigners om een tweetal redenen. Ten eerste vinden wij het als Canon onze taak en verplichting om de doelgroep duidelijk te maken wat allemaal mogelijk is met onze technieken. Een doelstelling ook vanuit onze hoek is continu te kijken van wat zijn nou de mogelijkheden van deze machine in combinatie met nieuwe materialen, met nieuwe technieken, gevoed door heel veel creativiteit en interactie die je hier aantreft. En eigenlijk alles wat er is, daar doe ik iets mee, want daar hoef ik geen energie in te stoppen. Dus op het moment dat hij er staat, kan ik hem gebruiken. En nou, op een gegeven moment waren we een krukje aan het maken. Toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel leuk, dan kunnen we op printen. En toen, geïnspireerd op de kwaliteit van de Rijksmuseumcollectie in het Rijksmuseum in hun winkel, dacht ik, god, dat zou helemaal super zijn. Een moderne kruk, modern product met een klassieke meester erop. Dat is wel echt de hoogst mogelijke toevoeging die je kan doen. Dus, het experimenteren tot nu toe heeft tot een aantal producten geleid. Dat noemen we de Print Plywood collectie, of de Print Plaat collectie. En dat zijn krukjes met dus de Rijksmuseum afbeeldingen erop. Dus dat is een andere toepassing, maar zou nooit in me opgekomen zijn als we dat ding niet hadden staan. De melkkrukjes, melkbankjes hebben we ook geprint inmiddels. En de krukjes hebben we als eerste gelanceerd en die lijken ook gelijk te gaan verkopen. Dus dat is nog wel grappig ook. De hele wereld, ze zitten in Honduras, in Cambodja, ze zijn al echt overal naartoe gestuurd. Dat is wel heel grappig. En we hebben nog allerlei ideeën, ook in combinatie met verpakkingen en zo. Het voordeel van natuurlijk CNC-werk is dat je geen grote aantallen nodig hebt. In combinatie met dat drukwerk, dan kunnen wij onze eigen verpakkingen op maat maken. Ja, dat is natuurlijk super interessant, want wij maken eigenlijk overal hele kleine aantallen van, waarbij de verpakking vaak bijna niet te maken is voor een fatsoenlijke prijs. En nu kan je dat wel doen, misschien. Dus dat is iets waar we dan een soort van ambitie in hebben. De enige beperking is dan in feite de creativiteit van de mens. En wat we zullen zien zijn nieuwe, mooie voorbeelden op glas, keramiek, metaal, aluminium, kunststoffen, noem het maar op. Zolang het onder die printer past, gaan mensen het toepassen. En zullen we dit ook als eindproduct terugzien in de interieur en leefwereld van mensen. En de bewijzen denk ik al geleverd door Piet Heineken zelf met zijn inspirerende applicaties. In principe, als iets zijn waarde bewezen heeft, dan kan je het dus ook houden. En dat in die zin is de vraag eigenlijk, lukt het om er een verdienmodel aan vast te hangen? En dat heeft wel alle schijn ervan, moet ik zeggen.